De weg die Mariska Bauer heeft afgelegd sinds haar herseninfarct, ongeveer twee jaar geleden, was buitengewoon uitdagend. Hoewel ze nog niet helemaal haar oude zelf is, durft ze te zeggen dat ze voor 95% terug is wie ze vroeger was. Nu kan ik weer alles doen en functioneer ik weer op volle capaciteit. Ik merk echter dat ik nog moeite heb met drukte en snel overprikkeld raak. Op zulke momenten begin ik onbedwingbaar te geeuwen, voel ik een intense vermoeidheid en lijkt mijn hoofd gevuld met watten, vertelt Mariska met een glimlach in vrouw en party. Mariska heeft veel geluk gehad en heeft tijdens haar revalidatie een bewonderenswaardige gevechtlust getoond. Het herseninfarct diende ook als een belangrijke waarschuwing voor haar. Het bracht haar snel tot het besef dat ze misschien te veel van zichzelf had gevraagd. Voor mijn herseninfarct was ik iemand die 24 uur per dag, 7 dagen per week doorging. Het huishouden, de was van Hot naar herrijden. Zelfs toen ik het infarct kreeg, bleef ik maar doorgaan. Echter, ze heeft haar les geleerd. Ze probeert nu niet langer zichzelf elke dag van de week tot het uiterste te drijven, maar heeft haar activiteiten gehalveerd tot slechts vier dagen. Ik ben voorzichtiger geworden met mezelf. Ik realiseer me echt hoeveel geluk ik heb gehad. Ik ben er nog en ben er goed uitgekomen.